Wir Musikanten spielen für Kaiser Max und spüren das Alpenfieber. Wir geben Vollgas und die Stimmung wächst, mit dem Tiroler Sound singen wir. Michin Spitze, was schon schockt, nicht schon schockt. Juchiza, auf geht's. Wir Volksmusikanten spielen für euch, bis sich alles dreht. Was schon schockt, nicht schon schockt. Juchiza, tschubidi-du, liebe fesche Mädel und flotte Blut, ich bin ich und du bist du. Die Burgerbuben möchten die Beste sein, die Hupenbuben spielen volle Pulle. Die Roller Teufel haben das Bier bestellt, es ist palmige Spatzenzeit. Beste mensen, welkom in het nieuwe programma van Omroep Landgraaf Regionaal Muzikaal. Een programma waar vele talenten voorbij zullen komen, uiteraard uit onze regio, maar misschien ook van verder weg. Dit mooie muziekprogramma zal ik niet alleen gaan presenteren. Ik heb daarvoor onze zeer enthousiaste Savannah Davids erbij genomen. Hi. Savannah, hi. Welkom in het programma. Heb je er zin in? Natuurlijk, uiteraard. Ja. Heel veel zin, ja. In het programma zal gegarandeerd een storend element zitten. En dat is onze tante Agathe. Tante Agathe, iedereen kijkt er naar op straat. Tante Agathe, menig mond die wel open staat. Zij heeft voor ons meegebracht... Eén koekjesdrommel, dat is het toch? Jazeker, dat is de muzikale koekjesdrommel. Ja, ja. En de hond heb je ook altijd bij je? Nee, dat is Charlie, mijn mascotte staat. Is dat jouw mascotte? Oké, okay, ja, mooi, 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 ja. Mooi. Ja, nou. En hier zit iets in, een tip. De tip 3, joh. Ja. En dan had je nog iets moois van een agenda of zoiets dergelijks. Maar kunnen. Dat zit ook in die trommel. Ook daarbij in, ja. Allemaal in de trommel. En wat is hier nou de functie van dan? Dat is de mascotte. Een mascotte. Ja, dat okay. Allemaal goed. Jij dus. En stoort die ook of stoort die niet? Nee, dat stoort niet. Okay. Het is een beetje verlegen, kijk maar. Aha. En blaffen doet hij ook niet? Duidt er ook niet, okay, nee. Dat is een knieën is het trouwens. Een knieën, ja. Oké, dankjewel. Oké. Okay. Welkom. Het eerste lied van vandaag van die jongen Tiroler Teufel is Zillertaler Medley. Thank you.
zeg, liefste tante Agathe, je hebt voor ons iets meegebracht. Volgens mij iets in een tip 3 of zo. Ja, en dat zit hier in de artiestentrommel, zei Taat. Aha. Nou, ga je eerste tip aan ons overdragen? Nou, daar de is... eerste tip, hè, dat is dus het zijn de Parkstadjodeler. Kent ze die zo? Ja, daar heb ik me meerdere malen van gehoord. De eerste keer toen ik ze zo ga, toen denk ik, dat zijn mijn mannen, dacht ik. Echt? Ja, geweldig zijn ze, ja. Maar die hebben toch ook van die Tiroler broeken? Ja, dus je valt wel een beetje op die Tiroler... Ja, ze zijn best wel sexy, die mannen. Dus, wow. En weet ze ook hoe die Parkstadjodeler ook bestaan? Nee, wie is dat eigenlijk? Dat is Jan van de Boogaard. Zo. Met zijn zoon Elvis. Zo. Vader Ton Steijn met zijn zoon Heiko. Die Parkstadjodeler die zijn sinds 2000 al actief in ons contraille. Zo. Dus dat is al meer dan 15 jaar. Ze hebben al 3 keer het Landgraafs Carnaval muziekconcours weten te winnen. Zo. Dat is super, hè? Ja. Laten we van deze groep het nummer Limburg Potpourri horen. Geboren ben, waar mijn oude schoes nog steen. De taal die ik toch zo goed ken, waar ik hou mijn leef en leed. Limburg, Limburg alleen. Dat stukje weer.
passielied van net mogen we nog gaan genieten van nummer 4, Harmonicatijd. Nou, dat is toch wel een hele zeer bekende, is dat. Want, nee, te kieken op dat blaadje. Nee, ik kan ook stiekem gezien. Ja, ik, het is trouwens een hele knappe vent, wat ik nu ga noemen. Zo. Nico de Sombre. Wauw. Ja, en wat een deftige naam, hè. Nou, hé. En de kump uit ons eigen Landgraaf. Zo. Ja. Nico is dus niet alleen knap, maar hij heeft ook een gouden stemgeluid. En dat kent je zelf horen in zijn schone cover van het liedje Rood Zint die Rozen. Wenn die Abendsonne langsam untergeht und der erste Stern noch blass am Himmel steht und als cautiva sincere o trastia trapana saber che hai mas dentro de alma mucho más. Rot, 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 rot sind die Rosen, Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Ich bring sie gerne heim zu dir und sag ich danke dir dafür, bist ja sowieso. Sind die Rosen, Rosen so schön wie unsere Liebe. Und wenn du dann mal reden darfst und mich dann so, so glücklich machst, ja, dann lacht auch mein Herz. Si la Juventud no siente hai belleza che jamás mai
chitarra. Yo bienvené ya es mucho más que el simple vasos de luta. Mi voz es tan fragil, la verdad. Geschenkt aus meinem Herzen. Ich bring sie gerne heim zu dir und sag ich danke dir, dafür bist ja so lieb zu mir. Rot, 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 rot sind die Rosen. Rosen so schön. Is zangeres Rowena uit Valkenburg. Zij heeft samen met Leij de Bruin van Royal Music Productions uit Kerkrooi een prachtige cover gemaakt van het liedje Calm After the Storm. Rowena is geboren in 1995 en in 2009 maakte ze al haar eerste cd.
Inmiddels is ze al druk doende met de release van haar derde cd. Laten we samen genieten van deze prachtige afsluiter van ons programma Rowena en Lei met Calm After the Storm. Driving in a fast lane, counting mile marker signs. The empty seat beside me keeps you on my mind. Living in a heartache, there's never something like a suit. I can't keep on chasing.
gaan we over naar de agenda van Tante Agathe. Nou, de agenda. Weer vragen ons regionale artiesten om door te geven wanneer ze dit jaar een activiteit hebben. Dit zullen we dan kenbaar maken in ons volgende programma of de programma's erna. Ja, precies. Ja. De agenda van Tante Agathe voor deze keer is dan ook maar helaas heel erg kort, maar wel natuurlijk de meute waard. Op 17 juli is de jaarlijkse muzikale barbecue van Marleen Mols in het partycentrum De Oorsprong in Oorsbeek. Daar ben ik het vorig jaar ook geweest. En lekker ja, eten ja, ook. Oh, ja, ja. Och, toen was ik ook daar. Ja, we ja, hebben ja, zichzelf leren ja, kennen, geloof ik. Ja, ja, ja klopt. Dat is liefde op het ja, eerste gezicht. Nou ja, mij leren kennen. Je liep een beetje de hele tijd achter Nico aan, geloof ik. Dat moest je niet vertellen. Oh, oké. Okay. Tevens is 17 juli ook de cd-presentatie van Mario Biesmans. Aanvang van die cd-presentatie aan de barbecue natuurlijk is 17 uur. Dan zijn ik op mijn lijst gestaan 10 september de cd-presentatie van Rowena. Dat is in het Catharinahuis in Holskerkrooi. Dan waren ze juist waren die jonge Tiroler Teufel waren, biedig in het programma. Dat is mooi, hè? Ja, die waren echt, ja. Geweldig, ja, die jongens. Ja. Vond je ook, ja. 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 En nu heb ik ooit eens even gevraagd, hè, van hoe ze nog eens optreden, maar die treden nog eens overal op. Hè? Ik ja, denk dat ik eens met haar met ga, dan kom ik ook nog eens ergens. Ja, dat zou ik zeker doen, ja, inderdaad. Ja, dus, ja. Ja. Want waar woon je nou eigenlijk? Hoe ik woon? Ja, ja. De Deelgaard, maar dat weet ze toch niet hoe dat is. Ja. Is dat echt in Limburg? Dat is echt in Limburg, ja. Gemeente Echt zelf, ja. Dus echt, oh, echt. Echt, ja. Oké, mooi. Ja. 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 In de wandelgangen is het Maria Hoop. En ik ben dus Maria's laatste hoop, wat die zegt. Dus, aha. Maar goed, we gaan weer, want we dwalen af over de agenda van de jonge Tiroler Teufel. Hè. Ze zijn 8 oktober in Alteveer in Drenthe. Dan in september zijn ze in Ameland. En volgens mij is dat toch is dat een van die eilanden daar bovenaan. Ja. Ja, dat ligt naast Bonaire, geloof ik. En, ja, wat heb je nog meer? Curaçao en zo? Weet ja, je? Ja, daar in de buurt. Ja, 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 okay. Ja. En 2 juli dan zijn ze in België. Maar daar is er nog wat leuks over te vertellen. De opa van Wesley, die speelt namelijk ook in de band. En die speelt hij daar ook. En de band die heet Wesley Sound. En Wesley is door hergenoemd naar de band. Ja, ja, ja. Dus, het lijkt me sterk, ja. Mm-hmm. Ja, ik vond het ook wel, toch wel heel interessant. Goed gevonden, niet? Ja. Verder zijn ze in juli strijden in Kochem in Duitsland op. We zijn dus nog op zoek om agenda-activiteiten die ik de vorige keer weer in het programma ken vermaalde. Je kent agenda-activiteiten naar het volgende e-mailadres wat je nu onder in het scherm zet sturen. Tot de volgende keer!